Vrijdag werd op de Schelling het Oerolfestival geopend. Het cultuurfeest duurt dit jaar tot en met 19 juni. Muziek, cabaret, kunst, voorstellingen en natuurlijk straattheater, het komt allemaal aan bod. De komende dagen kunt u bij GPTV kijken naar een impressie van Oerol. Nienke Spanjer en Remy Netten zullen, vaak in samenwerking met Kirsten Versanten van Feester op Friesland.nl, de thuisblijvers op de hoogte houden van de gebeurtenissen op het Waddeneiland. Want we hebben vanochtend bij zonsopgang, alhoewel ik de zon niet heb zien opkomen, hebben wij de Oerol openingsvoorstelling Rhizoma gezien. Dat is een dansvoorstelling in een, nou ja, je ziet het, een verborgen vallei in de buurt van het Duimmeertje van Hee. Het is een Spaans gezelschap. Die hebben 50 dansers gecharterd die hier vanochtend om 5 uur een heel bijzonder spektakel hebben laten zien. Het was een soort ritueel. In het programmaboekje zeiden ze, het gaat om een ode. Ook aan de duinen, aan het lijnenspel van de duinen. Maar je kon er van alles in zien. Er zijn mensen die ik heb gesproken, die zagen de apocalyps. Er zijn mensen die zien er een soort evolutie van de menselijke beschaving in. Zelf weet ik het nog niet zo goed. Ik zag vooral heel veel oppositie, dus nabij zijn, ver af zijn, stil zijn, luid zijn. Daar werd mee gespeeld, dat lieten ze zien. Mensen gingen uit elkaar, trokken weer naar elkaar toe. Dat zag ik vooral. Daarbij zat ik wel wat te mijmeren. Waarom moest dit zo vroeg? De zon ging niet op, want die was al op. Wat voegt dat toe? Wat is het idee daarachter? Vandaag de eerste voorstelling van de 9. En vroeg je bed uit 3:30 voor de ochtendvoorstelling. Dit is ook de eerste voorstelling, zeg maar, van Oerol. Vanwege het tijdstip natuurlijk. Want het gaat de zonsopkomst. Ook het begin van eigenlijk het begin van het leven. Het is een hele prachtige voorstelling die gaat om de natuur. Nou ja, een bijzondere openingsvoorstelling met veel beeld, weinig tekst en een soort vloeiende bewegingen die in elkaar overgaan. Dat is het geweest. En heel mooie trombonnenmuziek. Trombonnen in de vroege ochtend, dat doet het wel goed.